Ik vind Bombari vind ik het een kwak opgeblazen rotzooi is het gewoon. Wat die officier doet, hij allemaal vertelt, er lijkt allemaal nergens op. Ja. Allemaal een kwak vuiligheid. Uw zonen worden nogal van iets beschuldigd, hè? Van heel grootschalige drugshandel. Klopt dat? Nee, daar klopt niks van. Jongens, mijn kleinzoon die had een auto's gedaan en een sloperij gehad. En fijn, je hebt het net gehoord, hè? Daar hadden ze camera's, inkijkcamera's neergezet en zo. Het zijn geen heilige kindjes, maar zo is het ook weer niet. Ja. Als je hoort wat officier weer van beschuldigd, van die dunkers, de moordenaar van mijn zoon. Ik bedoel, ja, dat is gewoon belachelijk. Ja. En alles wat er nou in Nederland gebeurt, en Brabant en Eindhoven, dat willen ze op mijn zoon afschuiven. Nou, als die 30 jaar geleden nog nooit verbaal gehad, die jongen. Die Jacobus dan. Nou, die zit hier ook, die had een autobedrijf gehad, daar hebben ze ook alles van in beslag genomen weer. Ze hebben pas mijn kleindochter weer 3 dagen vastgehouden. Die is in verwachting. Witwassen, dat kind dat werkt al de leven lang van de 15 jaar af. Ja. Maar nou komt de twee officieren van justitie komen uit een hele lijst aan smokkelroutes, hè, en smokkeloperaties. Wat klopt daar nou van? Volgens mij niks, ik weet het ook allemaal niet precies. Maar als u nou eens even luistert, dat daar al van ik weet niet hoe lang, al 7 of 8 jaar echt een verbaal van wat zei die kandidaat is, wat er lag was. En dat ligt al 7 jaar. En wat de advocaat had het er net over. Dat wel zo verjaren. Ik bedoel, daar heeft hij ook al een half jaar van vastgezeten. Als je niks kan bewijzen, ook al zou hij het gedaan hebben en je kan niks bewijzen, laat dat gewoon los dan, laat dat gewoon gaan. Ja. Dat vind ik gewoon. Hebben ze met u wel eens gesproken over die 2 infiltranten? Ja, tuurlijk wel. Wij wisten allemaal. Het was toch te zien, meneer. Luister eens, een politieagent, ik ruik hem. Ik ruik hem. Dan mag hij zo mooi en zo schoon zijn als je wilt. Ik ruik hem. Ik heb hem zelfs nog zo waarschuwd. Hij zei, pap, die zak is mogelijk voor de gek gaan houden. Ja. Hij zei, moest goed luisteren. Jongen, doet er niemand geraad vast, hoor. Die wil geloof ik zijn. In België zijn ze helemaal kwiep. Ja. Dat heb ik gezegd tegen hem. Nou, hij wou niet luisteren. Daar zit hij. Ja. Dat is niks. Ja. Nou, dat is een van de beschuldigingen, hè, dat uw zoon, hè, uw oudste zoon dan, ja. Leslie Tunk, zou hebben afgestuurd op een concurrent in Zuid-Afrika. Wat klopt daarvan? Ja, maar ik moest goed luisteren. Hoe kan nou een concurrent hebben in Zuid-Afrika? Wat heeft nou met drugs te maken? Als je nou welke drugs had, en werd er een concurrent in Zuid-Afrika met drugs, waar heb je daar al last van? Daar heb je toch last van? Nou ja, daar zou hij eerder mee hebben samengewerkt. Ja, nou, ik weet het niet. Ik heb er nooit van gehoord en ik hoor het nou ook allemaal pas. Het is maar een nieuwtje. Ja. Hoe gaat het aflopen, denkt u? Ik hoop dat ze naar huis toe mag. En dat verdienen ze ook.